Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Een jaar geleden waren dit de omstandigheden waaronder Bas Dost voetbalde. Toen stond hij en niet deze Rogier Kroonen in de spits bij de beloften van Emmen. Heracles trainer Gert Heerkes had Dost in het vizier en droeg hem aan bij de club. Met name in de A1 was hij een veelscorende speler. En hij ging snel naar het belofteteam waar ik hem een paar keer een geweldige wedstrijden heb zien spelen. Nou, en uiteindelijk ook in het eerste elftal van Emmen, dus al die momenten bij elkaar. Ja, dat was voor mij wel genoeg om hem aan te bevelen bij Heracles. Precies een jaar geleden toen zat ik in de eerste selectie. Toen denk ik dat ik mijn vierde wedstrijd hier gespeeld heb. En nu sta je hier bij Heracles Almelo. Geweldig. De toen 18-jarige Dost deed het zo goed bij de belofte van Emmen dat hij ook in het eerste elftal al regelmatig mee mocht doen. Hij kwam tot 23 wedstrijden, voornamelijk invalbeurten, dat wel. En hij scoorde 6 goals. Hij legt de lat voor hemzelf heel hoog en misschien wel eens te hoog. Maar hij heeft wel een doel voor ogen waar hij keihard voor werkt. En ja, die stabiliteit en die werklust, dat typeert hem ook als speler. Dus ja, al met al is gewoon een vrij complete voetballer die zowel oog voor de goal heeft, maar ook oog voor zijn medespelers. Klopt het een beetje, Bas? Klinkt goed. Klinkt goed. Ja, dat ging allemaal hartstikke snel natuurlijk. Ik weet nog dat ik in de A1 zat als eerste jaar A. En ja, toen ging het eigenlijk, maak ik een hele goede periode door. En toen werd mij het jaar daarna verteld dat ik bij de eerste selectie zou komen als tweede jaar A. Ja, dat was voor mij toen, daar was ik zo blij mee. En toen combineerde ik dat heel veel met wedstrijden in het eerste, in de belofte en in de A1. En ik denk dat dat voor een jonge speler heel belangrijk is, dat je wel gewoon aan je speelminuten komt. Dus op het moment dat je niet meedoet met het eerste, dat je dan in ieder geval wel gewoon nog bij A1 of wat dan ook je minuten maakt. En dat heeft mij toen wel echt geholpen. De eerste training die had ik toen nog gered, want mijn transfer werd toen afgerond en toen kon ik bij de eerste training zijn. En daar was toen ook gewoon publiek aanwezig. En ik weet nog dat ik dat echt heel, heel bijzonder vond. Want ik bij FCM, ja, er stonden ook wel eens mensen langs de lijn, maar dat was geen vergelijking met wat daar gebeurde. En dat gaf wel direct aan dat dat natuurlijk een hoger niveau was. En daar moest ik in het begin wel enorm aan wennen, aan het niveau in de training. Maar op den duur ging dat gewoon goed. En ja, toen was natuurlijk voor mij het hoogtepunt dat ik in die eerste wedstrijd tegen Feyenoord mocht starten. Ja, het grappige daaraan is dat ik bij Frankfurt met Jonathan de Guzman gespeeld heb. En die heeft in die wedstrijd, kreeg hij een rode kaart. En toen ze kwamen met 1-0 voor en wij winnen die wedstrijd met 3-1 als ik goed heb. Ja, hè? De carrière van Dost schiet momenteel als een komeet omhoog. Bij de eerste competitiewedstrijd tegen Feyenoord stond hij direct in de basis. Ja, tuurlijk jongen. Je komt veld op, er zitten 2500 man. Dan heb je, en dan moest je daar zo op de cirkel staan en dan een minuut stilte. Vet hé. Als er zo'n helemaal er was zo'n man overleden. Een belangrijke functie in de club en zo. En echt muisstil. Overal vlaggen en weet ik veel wat. Super jongen. Geniaal. En ja. Van Bronckhorst. En de eerste goal. Het is Bahia. Feyenoord leidt verrassend snel hier in Almelo. Vrije trap van Bronckhorst. De kopbal van Bahia. Een mooie opsteker dus voor Feyenoord. Die rake kopstoot van de Braziliaan. Die al voor zijn vijfde seizoen bij Feyenoord speelt. Piekenhaken kansloos. Steur. Clavan raakt die bal niet goed. Douglas wel. De druk van Heracles werd groter en groter. En er moest een keer de vrije man komen. En dat is Douglas. 1-1 dus.
Douglas. Wijnaldum. Clavan. Ja, die dekselse Clavan. Had al twee keer eerder flink geschoten en nu is het dus raak. De druk van Heracles werd groter en groter en Feyenoord krijgt die bal niet meer weg. En dat wordt hier afgestraft door Clavan. Misschien dan nog in de extra tijd. Via Kwanza of Brici. En Brici slaagt daarin. En zo wint Heracles de eerste thuiswedstrijd tegen het geplaagde Feyenoord met 3-1. En het breekpunt in de wedstrijd was het rood van Feyenoord de Guzman. We winnen die wedstrijd met 3-1. Ja, toen na die wedstrijd was ik echt heel blij. Want je speelt dus in de Eredivisie, je wint je eerste wedstrijd van Feyenoord. Ja, dat was een droom. Ja, ik denk dat de hele keus voor Heracles achteraf, als je nu naar mijn carrière kijkt, gewoon een hele goeie is geweest. Ik ging van FC Emmen, wat natuurlijk een Jupiler League club op dat moment was, ging ik naar een club die in de Eredivisie speelde. Alles was daar gewoon een niveau hoger. En de mensen hielpen mij heel goed. Ik werd toen gehaald door Hendrik Kruse en Gert Heerkes. En die gingen gewoon met me aan de bak. En die probeerden me echt beter te maken. Dat eerste jaar heb ik ontzettend veel aan gehad. Ik denk dat ik daar eigenlijk qua prestatie nog niet eens zoveel heb laten zien voor wat ik in mijn mas heb. Maar het heeft mij daar heb ik heel veel ervaring op gedaan. Waardoor ik in het tweede jaar echt kon gaan vlammen. Ik bedoel, als zo'n club je die kans niet geeft, dan kan je dat vergeten. Kijk, ik had er op dat moment ook voor kunnen kiezen om bij Emmen te blijven. Dan weet je nooit hoe het loopt. Dus ik ben daar heel dankbaar voor dat ik toen die kans kreeg. En dat mensen het vertrouwen in mij hadden. Natuurlijk werkt het altijd twee kanten op. Maar ik ben daar wel heel blij mee. En dat zal ik ook nooit vergeten. Zulke dingen heb je natuurlijk wel nodig in je carrière. Heel leerzaam. Heel leerzaam. Even geproefd aan het echte werk. Dat seizoen eindigde uiteindelijk heel positief, omdat we op de laatste speeldag ons veilig speelden. Maar het was wel een heel leerzaam jaar, want we kwamen op een bepaald moment ook nog in degradatienood. En ik was toen nog niet in staat om echt het verschil te maken in wedstrijden. En dat zijn wel dingen die je echt meeneemt. En ik heb daar ook wel teleurstellingen meegemaakt en dat is denk ik heel goed geweest. En daar word je alleen maar sterker van. Nee, inderdaad, Dos en de goal. 1-0 voor Heracles, vroeg in de tweede helft. Weer Bas Dos. Nou, allereerst wil ik even zeggen dat ik er niet van sta te kijken dat er een club Verbeek wil binnenhalen. Want als je met een club met de 16e begroting zulk voetbal kan laten zien, dan heb je ook kijk op het spelletje, lijkt mij. Maar daarnaast, hoe belangrijk is het? Ja, ik denk wel heel belangrijk, want ik vind de trainer die is veel met me bezig geweest, heeft mij een betere speler gemaakt. Ik zit er dan niet op te wachten dat er een nieuwe trainer komt. Nee. Gert-Jan Verbeek kwam als nieuwe trainer. Ik kende Gert-Jan Verbeek alleen van de tv en het was natuurlijk een opmerkelijke keuze dat hij toen naar Heracles ging. Maar ik achteraf gezien ben ik daar heel blij mee. Hij heeft toen enorm veel energie gestoken in mij, in het team natuurlijk, maar ook erg in mijn ontwikkeling. Ja, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Dat heb ik ook wel vaker gezegd. En,
hij heeft mij toen wel echt doen beseffen dat waar het spitsleven om draait. En daar heb ik nog altijd profijt bij. Nou, ik denk vooral ook door mensen als destijds, als Hendrik Kruse bijvoorbeeld, die toen assistent trainer was 2 jaar lang. Dat zijn mensen die voor die club zoveel ook te betekenen hebben. Wat heel veel mensen ook niet zien is dat je dan die extra trainingen die je ook hebt. Als de rest allemaal naar huis gaat en hij zegt dan tegen je, we gaan nog even extra trainen. Ja, dat je denkt, waarom? Waarom moet ik dat doen? Als je 18, 19 bent, dan denk je echt van, joh, waar heb je het over? Maar als je nu daar terugkijkt, ja, dat zijn van die trainingen waar je dan gericht gaat afwerken. Waar je echt specifiek spitse dingen gaat doen. Ja, dat had ik niet willen missen. Dat zijn de uren waar je het verschil maakt. En waar je uiteindelijk wat je meeneemt en wat je echt een betere speler maakt. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld bij Heracles wat ik echt... Waar ik veel aan te danken heb. En ik denk dat Nico Jan Hoogma en Jan Smit ook in die tijd ook de club ook heel goed runden. En ervoor zorgden dat de club echt een volgende stap doormaakte. Nico Jan en ik hebben goede onderhandelingen gevoerd met Heerenveen. En dan zijn we in hoofdlijnen zijn wij daar tot een akkoord gekomen. De club en de speler moeten er nog uit zien te komen. En die zullen op korte termijn een afspraak maken om daar de zaak te gaan regelen. En dan gaat helaas Bas Dost ons na 2 seizoenen verlaten. En dat heeft een enorme ontwikkeling heeft hij hier doorgemaakt. Hij heeft zich in het Nederlands jeugdelftal gespeeld. En daar zijn we blij mee. Ja, ik ben toen van Heracles naar Heerenveen gegaan met de intentie om daar nog meer goals te gaan maken en uiteindelijk te hopen op nog een grotere stap. Nou, dat is gelukt. Ik ben toen naar Duitsland gegaan, ben in Portugal geweest, waar ik een hele mooie periode heb meegemaakt. Vervolgens nog weer naar Duitsland gegaan en nu dan naar België gegaan. Ja, als ik dat ooit verwacht had, dat ik zeg maar nu in België zou voetballen, dat weet je van tevoren nooit. Maar ik moet zeggen, ik ben er erg gelukkig mee. Het is het carrièreverloop, het is met ups en downs geweest, maar de positieve dingen die blijven vooral hangen. Dost. Daar komt Breukers. Ja, Breukers met vrijheid. Timmer moet zich strekken, is te laat om te voorkomen dat Dost in de rebound voor 2-1 zorgt. En zo is het toch weer een wedstrijd. Bas Dost met zijn derde van het seizoen. Steur. Dan is naar de eerste paal. Daar dus. En daarachter is het doelpunt. Ja, Dost met de 2-2. Er zijn er wel meerdere die ik nog weet, maar ik denk de goal. Ik denk dat we een wedstrijd speelden thuis tegen FC Groningen. En dat we achter stonden en dat we echt van het kastje naar de muur werden getikt. En dat we die hele wedstrijd nog omdraaiden. Ik weet even niet meer de exacte uitslag, maar het was iets van 4-3 of zo. Of zoiets. Voordeel gegeven, Dost ligt er nog steeds. Ene Volse kan scoren, maar doet dat? Ja, hij doet het wel. En dan is Heracles boos, maar leidt Groningen wel volkomen verdiend. Hier wordt Dost geraakt aan zijn hoofd. Normaal zou je zeggen, last van je hoofd, spel stilleggen. Wiedemeyer laat doorgaan. Bakuna krijgt hem bij Ene Volsen. Bal is wat hard, maar Ene Volsen alsnog. En voor zijn tweede. 0-2. En weer is het Thomas Ene Volsen. Aardige bal naar Overtoom. Dost en Everton zijn voor het doel. Daar is Dost en daar is het al. 1-2. Droomstart voor Heracles Almelo. En natuurlijk wordt Overtoom bedankt. Steur is er langs. Nu een goede voorzet. Steur, daar is Dost, maar met gevaar voor eigen leven verdedigd. En hij zit er wel in. De aansluitingstreffer is er. Het is 2-3. Overtoom, die kan toch aardig schieten, wordt vrijgelaten en schiet hem erin. Het is 3-3, Willy Overtoom.
het niet voor elkaar vanaf 11 meter. Dan maar vanaf ruim 20 meter. Corner bij de eerste paal tekort. Opgevangen door Maartens. Die hem schiet en scoort. Birger Maartens bezorgt Heracles de overwinning. Het zit allemaal mee en het zit allemaal tegen voor Ron Jans. Al met al voor de neutrale toeschouwer een heerlijke voetbalavond. Al is Groningen natuurlijk wel wat onrecht aangedaan. En zal Verbeek heel blij zijn met de winst, maar niet met het spel van zijn ploeg. En daarin scoorde ik ook een goal volgens mij. De goal was niet zo bijzonder, maar ik weet nog dat die wedstrijd... Dat is, moet je ook het Heracles publiek dan altijd nageven. Dat op het moment dat je dan een wedstrijd achter staat en je maakt zo'n goal, dan kan dat publiek echt je weer in die wedstrijd helpen. En ik merk dat nu ook wel eens dat als ik nog met collega's spreek, die als ze bij Heracles spelen, dat ze daar nooit blij mee zijn. Want het is altijd een wedstrijd die vervelend is. Nou, ik denk dat dat een heel groot compliment is. In zijn twee seizoenen in Almelo was Bas Dost goed voor een aantal heerlijke treffers. Laten we maar eens gaan kijken naar zijn top 10 doelpunten in het zwart-wit.
Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito.